Suriname heeft een nieuwe ambassadeur voor het Koninkrijk Marokko. Op het presidentieel paleis is Sherif Abdulrahman vandaag beëdigd door president Chandrika Prasad Santokhi tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur met als standplaats de hoofdstad Rabat in Marokko. Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat de nieuwe ambassadeur het werk van zijn voorganger zal moeten voortzetten om invulling te geven aan de relatie tussen Suriname en Marokko. Dit ter ondersteuning, versterking en realisatie van de economische, sociale en culturele weerbaarheid van ons land, alsmede de nationale ontwikkeling. Ambassadeur, als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Surinaamse Republiek en het Koninkrijk Marokko, heeft u zich eraan gecommitteerd als vertegenwoordiger van Suriname de belangen van Suriname en haar onderdanen in het buitenland te behartigen. Ook zal u op een proactieve manier moeten werken aan de bevordering van de gemeenschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Marokko. Voorts zal u de investerings- en handelsmogelijkheden van Suriname op diverse fora uitdragen ter ondersteuning van het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Marokko is een land van opportuniteit en we moeten daarvan gebruik maken. Woorden van ambassadeur Sherif Abdulrahman na zijn beëdiging. Beide landen hebben elkaar heel veel te bieden, meent hij. Ook al staan wij aan de vooravond van economische bloei met onze oil en gas, een betere band opbouwen met Marokko is van belang, aldus de ambassadeur. Ik wil even stilstaan bij twee puntjes waar ik mij de komende tijd mee zal bezighouden. En dat is al kort genoemd geweest. Dat is in het bijzonder de roadmap of cooperation. Dat is de overeenkomst tussen Marokko en Suriname. Die omvat vele vormen van samenwerking. En ik denk in samenspraak met de afdeling en directie van Libes dat het van belang is dat we, want die overeenkomst komt volgende maand te vervallen. En er moet gewerkt worden aan een nieuwe overeenkomst. Maar ik denk dat er nog vele opportuniteiten zijn in die roadmap waar we invulling aan kunnen geven. En twee, zoals ook vermoed geweest, ik denk dat het heel belangrijk is om de handelsrelatie. Daarop is wereldwijd trouwens de economie opgestoeld. De handelsrelatie tussen Suriname en Marokko moet op gang gebracht worden.